Hoofdverdachte in de 8 december moorden strafzaak, Daisy Boutersen, heeft geprobeerd om zaken voor de geest te halen tijdens een gerechtelijke plaatsopening in het Fort Zeelandia. Dit vertelde hij vandaag aan journalisten na afloop van het onderzoek die de rechters van het Hof van Justitie hebben gelast in verband met de afwikkeling van de zaak. Boutersen wilde niet te veel kwijt en besloot te vertrekken. En dat is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel. Welke vragen zijn er nu gesteld? Oh, er zijn er zoveel waren meer de getuigen die aan het woord waren. De bedoeling was dat die rondleiding memories zou triggeren. Is dat gebeurd? Wel, je probeert natuurlijk inderdaad de zaak weer alles voor de geest te halen. Lukt niet helemaal, dat is ruim 40 jaar geleden. Maar met vallen, opstaan en ondersteunen van ook mensen erbij waren, dan lukt het een beetje. Werd u emotioneel? Nee. Hoe was het om daar te zijn? Nou, 40 jaar. Het is wel even wennerlijk alsof alles zo'n beetje veranderd is. Maar wat niet helemaal waar is. Maar goed. Bedankt in ieder geval voor die tijd. En heeft u schoten gehad? Advocaat van de nabestaanden Hugo Essert zegt dat Boutersen een laconieke houding had tijdens een gerechtelijke plaatsopening, ook decenten genoemd. De jurist zegt dat geen van de getuigen hebben aangegeven dat er een panieksituatie was in het fort op 8 december 1982, zoals er tijdens de rechtszitting is gesteld. Een paar opmerkelijke zaken. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat alle getuigen gepersisteerd hebben bij hun eerdere verklaringen. En in feite is er wat mij betreft niet echt iets nieuws toegevoegd aan een van die verklaringen. Maar alles bij elkaar opgeteld kan er toch wel als conclusie getrokken worden dat de getuigen het erover eens zijn dat er op meerdere momenten geschoten is in het fort. Gedurende 8 december niet helemaal duidelijk is geworden op welke tijdstippen exact. De tweede conclusie is dat alle getuigen hebben verklaard de heer Boutersen op één of meerdere momenten op 8 december ook in het fort gezien te hebben. Of de momenten van schoten en de momenten van aanwezigheid van Boutersen samenvielen is niet duidelijk naar voren gekomen. Essert merkt verder op dat het bijzonder is dat Boutersen zich niet kan herinneren waar hij kantoor hield in het fort rond december 1982. De advocaat zegt dat alle ruimtes waarin de slachtoffers moesten lopen voor de moorden ook zijn bezocht. Er zijn volgens Essert geen concrete antwoorden door Boutersen gegeven op vragen van de rechters. De strafzaak wordt op 16 december voortgezet in de rechtszaal.